Een van de pioniers uit Chili verblijft tijdelijk in Nederland en kijkt met ons naar het verleden van de penitenten in huis Assisië. Ik heb hier gewerkt in de jaren tussen 1950 en 1957. Je weet niet hoe je moet beginnen, er zijn zoveel ervaringen en zoveel herinneringen en er is ook zoveel veranderd. Hè. En ik zelf heb ook zoveel meegemaakt nadien. In 1957, de verzorging van onze pupillen. Patiënten werden het ook nog genoemd in die periode. Maar wij gebruikten al het woord onze jongens, onze mensen, onze pupillen enzovoort, en niet onze patiënten. Want we hadden dus een keuze gemaakt. Al behoorlijke tijd was dat al gaande in Nederland, maar wij namen die lijn flink op. Afscheid te nemen van het medische model. Dit instituut is geen medisch instituut, maar je zou kunnen zeggen een heilpedagogisch instituut, een orthopedagogisch instituut, waarin de pedagogiek ten dienste is van de gehandicapte medemens. Maar met het geloof dat er opvoedbaar is. Ik heb eens een keer verteld tegen Alfons. Maar toen waren we al in Tilburg, hè, hadden we nog ook heel veel gehandicapte kinderen. Ze kunnen zo gehandicapt niet zijn, maar het zijn mensen. En er is altijd opvoedbaarheid. Er is altijd opvoedbaarheid mogelijk. En dat was onze linea, hè. Dat was ons ideaal. En vandaar niet waar, kinderen die vragen en blijven vragen. Het zijn kinderen, niet waar, godskinderen. En dan zijn er dus ook verwijzingen naar de toekomst dus. Een afwijzing van het medisch model. Een afwijzing van de gedachten, niet waar, als dat dit leven nutteloos zou zijn. Het eindigt ook, niet waar, met de gedachte dat onze kinderen zo onherkenbaar op dit moment, hè, want er waren dus grote stumpers, zo onherkenbaar op dit ogenblik voor ons, zullen we eens begroeten in de hemel. Dus de toekomst, hè, dat was dus een visie van die tijd. Maar ik geloof dat die altijd geldig is, nietwaar? Het lijden van deze kinderen, van deze mensen, van deze gehandicapte mensen, is constructief voor een goede maatschappij. Dat kostte moeite vanwege de structuur. Er was een geneesheer directeur en alles was medisch. De opleiding was medisch. Diploma B, psychiatrische opleiding. Ja. En het centrum, dat was bijvoorbeeld een medisch centrum. Dat is niet een ziekenhuis of een verzorging. Die waren zieke boeg. Nee, dat was medisch centrum. En de patiënten waren, onze bewoners waren patiënten. Ja. En wij waren verplegers. Dus ik heb toch in die periode al een model gemaakt voor dokter. Dr. Bijlen hier, toen was een psycholoog, dokter Smulders. Een model hoe dat een opleiding zou kunnen en moeten zijn. En hebben ze daar dan toch wel iets van overgenomen. En dat was eigenlijk een model voor diploma Z. En die was diploma Z, de laatste letter van het alfabet. Maar het zou diploma zorg kunnen zijn. Hè? Ja, ja. En dat is toch wel heel anders dan medisch. Maar wij hadden dus enorm veel hulp in ons zijn hier in ons bewegen van de school. En moet ik meester Prinsen. Meneer Prinsen was hoofd van de school. En die gaf die gedachten al door. Die hij dus in zijn opleiding en zijn contacten met de meer academische wereld had. En aan ons doorgaf. Niet waar? Ik ben dus geïnspireerd vooral door onze onderwijzers. Lukte altijd wel niet op die scholen. En er was nogal eens kritiek. Maar ja, het waren ook maar mensen die het ook maar moesten proberen. Ja. Maar in elk geval meneer Prinsen en verschillende, meester Bakker ook, meneer Bakker. En verschillende anderen waren actieve onderwijzers. Die ook geloofden in de opvoedbaarheid van de gehandicapte, de spirituele, mentaal gehandicapte medemens. Ja. Daar hadden we steun aan. En dus. Ik stond niet zo alleen. Hè. Helemaal zeker niet in Nederland. Nee. Het leefde overal. Maar ik promoteerde het behoorlijk hier in ons instituut.
Ik had ook wel de sympathie van dokter Bijl en zo, toch wel. En ook van dokter Leijker in Apeldoorn. Want ik was erg actief op de afdeling ook. Ik had een afdeling van de meer gedupeerde, mentaal gehandicapte, kleinere jongens nog aan. En ik begon er al mee niet waar met hen les te geven, materiaal, pedagogisch materiaal te ontwerpen. En eigenlijk een school na te bootsen. Naderhand is dat geïncorporeerd in de school, in de bestaande school. En hetzelfde heb ik naderhand ook gedaan in Willep. Dus daarom dat ook dokter Bijl mij graag in zag, en ook Alfons ons graag zag in Piersoort. Ik weet het ook weer nu, hè? In Piersoort. Amarant, hè? Ja. Nieuwe Amarant. Hij had ons daar ook naartoe. En later dokter Bijl, dokter Leijker. In Willep, die vroeg ook mij om daar te komen, via de overheid natuurlijk, om daar ook iets te starten in de lijn. Ja. Maar toen was er intussen al diploma zit. Ben ik gekomen op de Antonius Paviljoen, dat bestond toen nog. Mijn broeder Servatius waren pure bedpatiëntjes, zwaar gehandicapten. Die moesten we dus verschonen en helemaal totaal een babyzorg geven. Maar ja, ik was verpleger, opgeleid in Apeldoorn, dus ik had daar geen minste moeite niet mee. Hoewel ik dus liever nog iets anders zou doen, omdat je er meer mogelijk meer kon ontplooien. En naar de hand kreeg ik op Antonius 1, afdeling beneden, die gehandicapte jongeren, die nog konden lopen en springen en dansen enzovoorts, maar zeer gehandicapt waren mentaal. En daar begon ik dus mee met een dagschool in het paviljoen om ze het een en ander te leren. En dat deden we dus volgens de methode van toen, die keken we af van het BLO-onderwijs. En dat, zoals ik vertelde, dat projectje, dat is geïncorporeerd in de bestaande school. En toen ik daarmee bezig was, heb ik voorgesteld aan de congregatie of dat ik zelf voor BLO-onderwijzer mocht studeren. En dat hebben ze goed gevonden. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb een beetje vrijgemaakt. In een paar jaar tijd heb ik eigenlijk die akte wel gehaald. Ik moest in Breda op examen. Ik zat in de trein en allemaal nog te studeren. En toen zeiden ze nog, het haalt niks meer uit. Maar ik slaagde toch. Het was een staatsexamen. En 3 jaar nadien, ik was toen al een Piersoort, toen 4 jaar nadien voor het hoofdactexamen. Dat was in Eindhoven. En daar slaagde ik met heel goede punten. Want ik wilde laten zien dat het toch kon. Hè. Want als hoofdactestudent, toen moest je dus werken en 's avonds wat hulp maar studeren. Ja, ja. Maar het ging toch. Om 17:30, ja, je kent het uit je hoofd en je vergeet het nooit meer. Nee. Hè? Zo, het was echt een combinatie van het actieve leven, zorgen, een zorg voor een project waar je mee gecompromitteerd bent. En tegelijkertijd een zorg voor een levenswijze waar je ook mee gecompromitteerd was. Hè? Die zorg, dubbel dus, was een dubbele roeping eigenlijk. Ja. En dat was ooit wel eens moeilijk. Hè? Ja. Het een vroeg. Was niet altijd zo gemakkelijk verenigbaar met het andere. Ja, maar 17:45, die was dan de Angelus. De Angelus, en daarna de Getijden, de Primen, de Tersen, de Sexten en de Nonen. Dat waren maar heel kort, maar die werden dus in een klein half uur gebeden. En daarna de meditatie van 15-20 minuten. Daarna volgde de eucharistieviering van de morgen, alleen met de communiteit, geen andere. Allemaal in de kapel, wat nu de kapel is. En dan gingen we daarna naar de refter toe. En dan was het ongeveer 7:50. Goed 7 uur, 7 uur was de mis afgelopen. 7:50 de dankzegging. En dan kregen we 10 minuten voor een ontbijt. En dat ontbijt was een boterham met boter. Als het een recreatie of feestdag was, dan was er ook brood belegd, maar anders niet, alleen boter, margarine met een boterham, een paar sneetjes brood en een grote kom koffie. En het was silentium,
Want dat, ja, dat hoorde bij het kloosterleven. Hè. En er werd in de morgenuren werd voorgelezen, iemand die las voor. En die moest daarna de hand maar eventjes apart eten. En daarna gingen we naar de afdelingen en dan waren we precies om 7:30. Dus de ontbijt was erg kort. En dan moesten we het ontbijt klaar, de jongetjes ophalen, de patiënten ophalen, de zieken verschonen. Waar ze volgens de afdelingen waar iemand stond. En ja, dat was het eerste werk, ophalen en aankleden, wassen enzovoorts. Naar beneden toe en naar de zalen, de dagzalen, de boterhammen klaarleggen enzovoorts. En we waren met heel weinig man. We hadden niet iemand die daar de mensen op kon halen en dan de ander die de maaltijd kon verzorgen. Maar het was allemaal hetzelfde groepje, moest dat doen. 2 man hooguit voor een 50 pupillen. Een zaal van 50 pupillen ophalen, wassen, boterhammen geven. En nou, dan was je dood op als je ermee klaar was. Hè. En dat was om 9:00 zo. En een paar keer in de week was het ook bad geven. Hè. Maar dat was ook niet elke dag, want dat kon natuurlijk niet. En dat was onmogelijk. En daarna, dan toen kwam er wel een pauze. Maar dan ging ik dus werken met die jongetjes en met een leegplankjes of legplankjes en met dieren en woorden enzovoorts voor de dag halen om ze wat te leren. En daarna om 11:00, maar dan hadden we 2 ploegen, om 11:00 begon het bezoek aan het Heilig Sacrament. Voor de broeders het bezoek aan het Heilig Sacrament. En dan waren we met de 2, eentje moest op de afdeling blijven en de ander die ging naar het bezoek van het sacrament. En daarna de eerste tafel, die was om 11:30. Die was om 11:30. En om 12:00, tegen 12:00 was die afgelopen, die eerste tafel. En die ging dan vlug naar hun paviljoenen toe om die andere af te lossen. Die ging naar de tweede tafel. En dat bezoek, dat moest je dan maar op een andere uur van de dag bidden. En die had dan, die kwam om 12:30, was hij weer op de afdeling. En die andere kon dan weer even afgelost worden. Die had de middagrecreatie. He, dus degene die in de bezoek was van het sacrament en om 12:00 de tafel had en om 12:30 werd afgelost, die had daarna tot twee uren, had hij recreatie. In de recreatiezaal zo'n beetje of buiten een beetje lopen en wandelen met zijn groep. We waren altijd wel met een groep zo toch wel, van 15 man. He. En dan moesten we, om 2:00 begon de vespers. We waren om 2:30 afgelopen, even een klein kopje thee, koffie, en dan weer naar de afdeling toe. En dan kon die ander ook even weg, om even een kopje thee en koffie en even een klein beetje bij te bidden. Dat was je de middagrecreatie. Degene die het avonddienst had, die moest om 6:30 moest die al gaan eten. En dat was ook degene die de middagrecreatie had gehad, die had ook de avonddienst. Die moest om 6:30 gaan eten, was om 7:00 terug. Hij had dan de hele avonddienst. En de ander, die ging om 7:00 naar de avondmaaltijd. Daarna het avondofficie, de mitten en de lauden. De lauden en dan ja, de mitten daarna. Zo moest het eigenlijk, maar ja, het gebeurde anders. En die had dan de avondrecreatie tot 9:30. En daarna ging hij naar de afdeling. En dan waren ze weer even met z'n tweeën. De 2 religieuzen. En om 9:30 dan gingen de pupillen naar bed en om 10:00 wij. Maar die bleef gerikkels heel lang zitten om nog wat te studeren. Dus dan viel het niet mee om 's morgens op tijd te zijn. Daar hadden we wel nooit problemen mee. Maar dat was een dag zo. Dat was een dag van dat gecombineerde leven van monacaal leven en het sociaal actieve leven, gezamenlijk. Hè. Ik moet achteraf zeggen dat het niet gemakkelijk is. Nee. Het is niet zo gemakkelijk. Dan zou je het monacale, dan moet je hem moeten laten varen en dat meer voor jezelf doen. En ook veel meer vrije tijd. Hè. Maar dat was er niet. Er was weinig personeel. En we
vroegen dikwijls om een derde persoon, een vierde persoon, een verpleger, een leek, die het toch ook goed deden. Want dan moet ik zeggen, dus, ja, onze verplegers die ik heb gekend zijn allemaal keurige mensen. Nogal eens een opzicht, een voorbeeld voor ons. Onze die lege personeel die wij hebben gekend hier. Ook elders, ook in Apeldoorn. Altijd heel een voordeel. Misschien dat wij al een beetje oververmoeid waren. Maar misschien hebben wij ook een voorbeeld voor anderen geweest. Ja. Op de paviljoenen, ja. Altijd op de paviljoenen geslapen. Ja. Ook tijdens mijn studietijd. Ik had dus mijn studie, kreeg ik een beetje vrij. En voor die onderwijzerstudie, hè. En dan hadden we op de hoofdgebouw een kamer om te studeren, maar ik sliep wel op het paviljoen, want we hadden te weinig. Dat konden we aan de leken niet vragen, hè, want die hadden gezinnen en zo, die moesten naar huis toe. Ja. En dan bleven zo lang mogelijk dit zelf doen, tot het natuurlijk veranderde nadien. Ja, dus, het is een heel verhaal, hè. Ja, die combinatie was een beetje moeilijk, vind ik. Hè. En toch had je het lief, want hoe is iemand, hè? Ik vond dat het leven van Kapucijnen en zo, en van de broeders die ik had leren kennen hier zo, dat vond ik prachtig. Hè? Dat vond ik. Ik wilde graag een Franciscaans leven leiden. Dus ja, ergens koos je daarvoor en ergens zag je, het was toch erg moeilijk. Hè? Het was ascetisch, ja. Wij hadden twee instituten, dat was Padua. In Apeldoorn, Sint-Jozef Stichting. Hè. En daar woonden de lui, de broeders van de psychiatrie, hè, de jongens van de psychiatrie. En die vonden dat, men, in het algemeen, vond men dit een bijtak. De zorg voor de gehandicapten, de zwakzinnigen, dat was een subafdeling, hè, van de grote, voorname psychiatrie. Hè. En dan speelden we dat ooit als broeders, broederlijk en heel leuk tegenover elkaar. Ja, maar jullie zijn van de zwakzinnigen, maar wij zijn van de psychiatrie. Ja, zo ging het dan niet, maar min of meer, maar het was spel. Hè. En dus dat feest voor ons, daar buiten we uit. We zijn van een flink pedagogisch accent. Onze jongens, onze kinderen, in plaats van onze patiënten. Dat ging tegen elkaar op. Ja, dat nu zo te horen, hè, dat met leefde. En meester Prinsen had er ook schik in enzovoorts. Ja, de borrel was heel weinig. Het was praktisch verboden, geloof ik. Ik weet het. Maar wel een wijntje, ook heel weinig. Maar wel een goede sigaar. Er werd veel, een goede pijp tabak, een goede sigaar. Maar de rooktijden waren ook verdeeld, hè. Verdeeld niet, maar 's morgens dus na de tweede mis, om 8 uur was er een tweede mis. Pas daarna, dan moest er gerookt worden, als het roken was. Normaal was het dus alleen maar in de recreatieperiode, dus middags een recreatie en een avondrecreatieuurtje, anderhalf uurtje. En dan was het roken toestaan, maar in die tussentijd niet. Maar als het wel was, ja, dan was het roken, dan werd de klok geluid. Hè. En dan hadden mijn broeder, die dan hoorde de klok en die zei, het is. En dat betekende, het is roken. Het is, zeiden ze dan. Nee, die werden aan tafel rondgedeeld op de zondag. Dan kreeg je daar in die overste rond met een grote bak, zo, hè, met pakjes tabak en met losse sigaren uit een kistje. En dan kreeg je daar een pakje tabak en dan kreeg je er een stuk of 8 losse sigaren bij voor de avond, hè. Eentje voor elke avond. En dan moest je het mee doen door de week. Je kon ook wel ruilen. En de laatste tijd kwamen er ook sigaretten bij, maar dat was dus goed na de oorlog. Er was een overste die had daar heel veel problemen mee en achteraf had hij gelijk, maar dat wist niemand. Hè. Dat leidt allemaal maar tot oververbruik en tot die sigaretten. Hè. En ja. Dat is zo, dat hadden we nooit mogen doen, dat had ook Nederland nooit mogen doen. Die sigaretten, die overtollige, dat overtollige roken. Hè. Want over de longen roken, dat deed men niet. Ja, inhaleren, dat deed men niet. Sigaren, niet met pijp, niet met sigaren, maar toen die sigaretten kwamen, toen ging je dat kunstje ook leren. Dat was eigenlijk, ja jammer, maar je wist niet. Zeg 1955, de toptijd, toen ging het langzaam. En bij het concilie was het al behoorlijk. Ja. Maar wij hadden al wat behoorlijke
wat geleden toen het concilie begon in 1964. Er waren nou toch al verschillende uitredingen wat we nooit verwacht hadden. Die waren er toen al geweest. En toen na het concilie, toen kwam de flinke, ja, een totale verandering. En toen heb ik ook gezegd, niet waar, ik blijf doorgaan, dan zou ik de laatste moeten zijn. Dat heb ik gewoon volgehouden. En er zijn er meer. Ik heb gezegd, we gaan door toch. Ook al zullen we de laatste zijn.